Drie middels gaat tweemaal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Inmiddels 12 november 2021, dit is het bulletin van vrijdag. Verdik me, maar ik wil mijn stem alweer niet. Maar ik ga toch nog stemoefeningen doen vooraf. Daily Minutes, 12 november 2021. Dit is het bulletin van vrijdag. Ja, in het Daily Minutes van vandaag één aflevering van een nieuwe serie. En waarschijnlijk twee afleveringen van de serie over de historie van onze hobby. Alleen bij de versie van de Daily Minutes voor dmr.li en voor de website, inclusief de podcast, kun je na afloop van de Daily Minutes de Amateur Radio Newsline van vandaag horen. Dit vervolg ontbreekt op YouTube vanwege auteursrechten. Vandaag een dag met weinig tijd, maar ik heb toch even tijd gemaakt om wat te doen. Het schoot mij ineens te binnen dat ik wel de hele week zat te dimdammen of ik wel onderwerpen had. Maar ik heb wel onderwerpen, want er is iemand die heeft mij een paar onderwerpen doen toekomen. Waar ik ontzettend blij mee ben nog steeds, maar waar ik vanwege gebrek aan tijd en vooral gebrek aan inspiratie niet sinds een paar weken gelukkig terug is. Welkom inspiratie. Dat is flauw. Maar die inspiratie is wel terug. En nu herinner ik me ineens dat... Ja, ik dacht ruim een half jaar geleden ik die teksten van hem gekregen had. Ik heb er wel één van gebruikt, moet ik zeggen. En die heb ik ook wel grondig gebruikt. Voor zowel de Daily Minutes als voor de DX Headlines op de Korte Golf. Maar volgens mij heb ik er nog zeker drie liggen. En dit was degene die ik me herinnerde dat als eerste aan de beurt was. Dus ja, het onderwerp programmeerbare logica door Pascal, PA3, Fox, Kilo, Mike. Ik ga er bijna van stotteren. Ook wel bijgenaamd Koele Pascal. Het verhaal gaat als volgt. Ik heb zijn tekst enigszins aangepast. Koele Pascal, PA3 Fox Kilo Mike, heeft me op 22 februari al een tekst gestuurd over programmeerbare logica. Pascal heeft zijn best gedaan om het als technisch verhaal goed op te schrijven. Ik zit enigszins in deze materie, maar het is voor mij toch heel lang geleden dat ik hier concreet wat mee gedaan heb. Vermoedelijk is dat jaren 80. Ik kan echter wel de techniek van Pascal begrijpen en het zodanig opschrijven en ook inspreken dat mensen die minder goed thuis zijn in dit onderwerp het kunnen bevatten. Het gaat over het maken van apparaten die ofwel veel elektronica vereisen of wanneer een apparaat heel klein moet zijn en daar moet je veel functies in hetzelfde IC kunnen herbergen. Maar hoe moet het dan? Want IC's zijn meestal voor één toepassing gemaakt. Die kun je niet zomaar ergens anders voor gebruiken. Het antwoord is flexibiliteit. Flexibiliteit van elektronica. Pascal beschrijft dit probleem als volgt. Er zijn tegenwoordig IC's voor talloze functies te krijgen. Vooral op het digitale vlak doet zich aan de andere kant vaak het probleem voor dat een zeer specifiek probleem dat er geen handig IC voor te vinden is. In dat geval moet de functie dan worden opgebouwd uit meerdere IC's. Ergo, dat wordt een apparaat dat groter wordt, het gebruikt meer energie en iedere schakeling die je moet solderen die draagt ook weer bij aan de kosten van het apparaat. Al in de jaren 70 onderkende men dat er eigenlijk voldoende functies in IC-vorm verkrijgbaar waren, maar dat er toch vaak behoefte was aan meer ingewikkelde en voor de eigen toepassing gespecialiseerde IC's. Die IC's moesten niet alleen sneller zijn en zoals gezegd op ruimte en energie en kosten besparen, ze moesten uiteindelijk dus ook de productiekosten drukken. Ja, volgens mij schrijf ik daar iets twee keer op. Dat ik had zelf iets toegevoegd en Pascal had het volgens mij ook al geschreven. Dus dan krijg je zo'n zin waarin het besparen twee keer voorkomt. Ik zeg hem niet nog een keer, ik ga er niet in knippen, want er is weinig tijd. Gespecialiseerde IC's maken, dat was in die tijd wel mogelijk, maar het was heel duur. En alleen de hele grote aantallen, daar was het haalbaar bij. Dus het was ook alleen voor de grootste partijen in de markt. Het laten ontwikkelen en produceren van een eigen chip was zeker in die tijd gewoon een uiterst kostbare gelegenheid. Nu doe ik dat nog een keer.
Ik moet toch beter opletten. Ik wil niet te veel van de materie afleiden. Maar goed, in ieder geval, die gespecialiseerde IC's die waren heel duur. En het waren de Philipsen en de Sony's van deze wereld die daar geld voor hadden. Maar een wat kleine bedrijf die kon zich dat niet permitteren. En die moesten dus het doen met een groter apparaat. De chipfabrikant Lattice, zo schrijft Pascal, kwam daarom eind jaren 70 met een slim product op de markt. Een chip waarin de functie niet vastgelegd was, maar waarin een aantal zogenaamde endpoorten zaten. Net als bij een ROM-geheugen kon je die poorten naar eigen inzicht programmeren en ze zo een bepaalde functie geven. Het is goed om hier het verschil tussen die beiden te geven. Een ROM, dat staat voor Read-Only Memory. Dat is een geheugen dat je eenmalig kunt programmeren. In een ROM sla je enen en nullen op. Getallen die op een bepaald adres in de ROM dus te vinden zijn. Dat zitten onder andere of zitten in allerlei computers, maar bijvoorbeeld ook in de ZX81 en de typische jaren 80 computers. Bij dit innovatieve IC, waarvan er overigens ook eentje in de ZX81 zat, maar bij dit innovatieve IC waar het hier om gaat, worden geen cijfers geprogrammeerd, maar hoe de elektronica die in het IC zit zich moet gedragen, dus de dwarsverbanden tussen die endpoorten eigenlijk. In deel 2 gaan we verder met deze beschrijving. Vandaag deel 7 van de historie van onze zendhobby. De serie De Historie van onze zendamateurhobby is een eigen productie, bij elkaar gescharreld vanuit een steeds groter wordende groep bronnen, waaronder Wikipedia, Instituut Beeld en Geluid, eerder eigen onderzoek en een groot aantal door mij gelezen boeken en tijdschriften en geraadpleegde websites. In 1940 breekt opnieuw een belangrijke periode aan voor het Nederlandse radioamateurisme. Er is grote behoefte aan kennis omdat het door de Duitse bezetter door middel van een luisterverbod door stoorzenders en vanaf 1943 de verplichte radiotoestelinlevering geblokkeerde oorlogsnieuws van Radio Oranje te kunnen beluisteren. Ook tijdens de bezetting blijven onder Korvers verantwoordelijkheid artikelen in Radio Express verschijnen. Artikelen waarin behoedzaam onder andere het zelfbouwen van toestelletjes voor het beluisteren van Radio Oranje op de Korte Golf en kristalontvangers die waren belangrijk tijdens de stroomloze periode aan het eind van de bezetting wordt besproken. Radio Express krijgt aan het eind van 1943 een verschijningsverbod opgelegd. Het blad verschijnt pas weer in augustus van 1945. Na de oorlog blijft Korver nog enige tijd journalistiek medewerker van het tijdschrift voor radiotechniek Rens en Rens. Korver is een fervent voorstander van een politiek en religieus neutrale radioomroep. In dit kader vervult hij tussen 1928 en 1953 een aantal bestuursfuncties bij de AVRO, laatstelijk als algemeen secretaris. Korver is daarnaast van 1930 tot 1934 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme en een tijdlang bestuurslid van het wetenschappelijk radiofonds VEDER. Tot zijn overlijden vertegenwoordigt hij de AVRO tevens in de Raad van Beheer van de NOSEMA. Het is bijzonder hoe in de vooroorlogse periode de radioomroep en het zendamateurisme nauw met elkaar zijn verweven. Dat geldt met name voor de omroepen AVRO en VARA. Zelf ben ik vermoedelijk voor het eerst met het radiovirus besmet geraakt door de wekelijkse columns van AVRO-oprichter Willem Vocht in de AVRO-bode in de jaren 60 en begin jaren 70. Die columns van één kolom breed gingen niet alleen over het begin van de radioomroep en over zendamateurisme uit de begintijd, maar ook over astronomie, zwarte gaten en verafgelegen sterrenstelsels. Als tiener smulde ik werkelijk van die columns. De technische nalatenschap van Jan Korver omvat een honderdtal objecten van wetenschappelijk en historisch belang. Deze vormen de zogenaamde Korver-collectie en maken deel uit van de historische collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De collectie staat, nog steeds opgesteld, op de experimenteertafels van het RE-laboratorium in het depot van het Instituut voor Beeld en Geluid. Deze collectie is al eerder uitgebreid onderzocht en beschreven. Tijdens deze research, die zich over een tiental jaren uitstrekt, maakt de enorme hoeveelheid werk die Korver heeft verzet en de accuratesse en het niveau waarmee hij dit heeft gedaan diepe indruk. Zaken van Jan Korver die nu het bezit zijn van beeld en geluid zijn onder andere het draadloos ontvangststation voor Den Radioamateur, Den Haag 1915, het draadloos amateurstation voor ontvangst van telegrafie en telefonie, derde druk Den Haag 1922, het draadloos zendstation voor Den Amateur, telegrafie en telefonie, tweede druk Den Haag 1923, het draadloos amateurstation voor de ontvangst van telegrafie en telefonie, delen 1 en 2, achtste druk in 1928, het superheterodyneboek Den Haag 1936, radioontvangtechniek Den Haag 1939 en radio door zelfdoen Bussum 1946.
Amateurs speelden een belangrijke rol in het verzet. Diverse lieten tijdens de oorlog het leven. Ik ga in dit gedeelte van de historie hier niet zo heel diep op in. Misschien later in dit item nog, maar bijvoorbeeld de hiervoor genoemde Steringa Itzeda, de grondlegger van de omroepuitzendingen, was ook in het verzet actief. Tragisch genoeg was het zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid, waardoor hij het leven liet voor een Duits vuurpeloton. In november 1944 ging Itzeda in Wassenaar op zoek naar de restanten van een bij de lancering ontplofte V2-raket die daar vandaan in die periode werden afgevuurd. Hij werd daarbij betrapt, maar werd door de Duitse legerpatrouille die dat deed gewoon weggestuurd. Itzeda kon zijn nieuwsgierigheid echter niet bedwingen en werd later opnieuw door dezelfde patrouille opgepakt. En omdat hij op dat moment restanten van de raket in zijn bezit had, dachten de Duitse militairen dat hij een spion was. Enkele weken later werd hij doodgeschoten. In de meeste landen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog onze hobby verboden. Dat was ook in Nederland onder de bezetter uiteraard het geval. In Duitsland konden vanaf 1924 verenigingen een experimenteervergunning krijgen. Individuele amateurs kregen geen vergunning en dat leidde ertoe dat de meeste amateurs in die tijd als illegale amateur opereerden. Daar kwam nog bij dat AM in die tijd steeds populairder werd, maar de verenigingsvergunningen die stonden alleen morsetelegrafie toe. In 1933, hetzelfde jaar dat ook Hitler aan de macht kwam, werd het in Duitsland ook mogelijk om zogenaamde zendvergunningen voor radiovrienden te krijgen. Vergunningen dus voor personen. Dat aantal groeide in de jaren daarop uit tot 600 in het jaar 1939. Ik heb dat niet met zekerheid kunnen achterhalen, maar vrijwel zeker werden die vergunningen aan het begin van de oorlog ingetrokken. In elk geval werden er in 1939, vanaf het begin van de oorlog in Duitsland dus, zogenaamde Kriegsfunksendegenehmigungen uitgegeven. Amateurvergunningen tijdens oorlogstijd dus. Ik had daar nog niet eerder van gehoord. Het waren er niet veel. Aan het einde van de oorlog waren er 100 van deze Kriegsfunksendegenehmigungen. Vandaag deel 8 van de serie over de historie van onze zendhobby. Vorige keer waren we in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog aangeland. Inmiddels ben ik erachter dat ook in de VS, nadat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog daar het zendamateurisme werd opgeschort, er een soort van oorlogsamateurvergunning bestond onder de naam War Emergency Radio Service, door de Amerikaanse overheid opgezet. Deze amateurdienst bleef actief tot 1946. Een heel tragische gebeurtenis uit de oorlog was ook de arrestatie van de Poolse priester Maximiliaan Kolbe, SP3RN, door de Duitse bezetter. De Duitsers gingen er onterecht van uit dat Kolbes amateuractiviteiten betekenden dat hij betrokken was bij spionage. Hij werd om die reden op 28 mei 1941 op transport gezet naar Auschwitz. In datzelfde jaar ontsnapten 10 gevangenen uit Auschwitz. 10 gevangenen die daar zaten zouden vervolgens werden gedood als genoegdoening, CQ wraak. De priester en zendamateur vond daar de dood toen hij zich opwierp als vrijwilliger om de plaats van een van de veroordeelden in te nemen. SP3RN werd in 1982 heilig verklaard. Sint Maximiliaan Kolbe wordt binnen de Rooms-Katholieke Kerk sindsdien beschouwd als beschermheilige van de zendamateurs. Na de oorlog kwam het zendamateurisme gaandeweg overal weer op gang en brak er een periode van een grote hoeveelheid beschikbare surplusapparatuur aan die door amateurs dankbaar voor ombouw en gebruik op de amateurbanden werd gebruikt. De gecombineerde 10 en 11 meterband liep in die tijd nog van 27 tot 30 megahertz. In 1947 raakten de amateurs de bovenste 300 kHz van die band kwijt, waardoor 10 meter ook nu nog 29,7 als bovenste bandgrens heeft. Tijdens de jaren 50 vestigde zich het gebruik van enkel zijband bij amateurs en raakten een aantal amateurs geïnteresseerd in ruimtevaart, bijvoorbeeld door het in 1957 ontvangen van de signalen van de Sputnik. Amper 4 jaar na de lancering van de Sputnik in 1961 hadden de amateurs al hun eigen satelliet, de Oscar 1. Belangrijk in de jaren 50 was verder het internationale geofysische jaar. In dat jaar zorgden amateurverbindingen er bijvoorbeeld voor dat het Amerikaans marinepersoneel dat gestationeerd was in Antarctica met het thuisfront in contact kon komen. Telefoonverbindingen waren er voor de manschappen nog niet beschikbaar, maar omdat Amerikaanse amateurs mochten phonepatchen, dat wil zeggen telefoonverbindingen voor derden verzorgen, wat hier in Europa volkomen ondenkbaar was, daardoor konden zij die rol vervullen. Het International Geophysical Year duurde van 1 juni 1957 tot 1 november 1958 en het was voor amateurs net als andere aan de wetenschap gelieerde hobby's en voor de wetenschap zelf natuurlijk een interessant jaar. Het IGY is ook bekend van het nummer van Donald Fagen van Steely Dan. Het IGY markeerde het einde van een periode in de Koude Oorlog waarbij er tussen Oost en West nagenoeg in het geheel geen interactie tussen wetenschappers plaats kon vinden. Tijdens het IGY werd ook de Sputnik gelanceerd. Het IGY viel verder heel strategisch samen met de top van zonnevlekkencyclus nummer 19. En veel ontdekkingen tijdens dat jaar hadden met de ionosfeer en met de ruimte rondom de aarde te maken.
de Van Allen stralingsgordels werden bijvoorbeeld uitgevonden, maar ook dingen als de voor aardbevingen zeer belangrijke dynamiek tussen de tektonische platen. Onderzoeksdoelen van het IGY waren aurora, nachtelijk hemellicht, kosmische stralen, aardmagnetisme, zwaartekracht, fysica van de ionosfeer, precisienavigatie, meteorologie, oceanografie, seismologie en zonneactiviteit. Er deden 67 landen mee. In het volgende deel de historie van de 70 MHz band 4 meter die nauw verband houdt met het IGY. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.